Het is maandagavond, 8 uur, zoals u gewend van ons bent op kanaal 8.3. Tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie. Ik ben Ryan de Gama en ook vanavond heet ik u weer van harte welkom. De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de grondwet van 1987. En in de wet regionale organen, afgekort WRO. Deze organieke wet regelt de politieke bestuurlijke structuur van de 10 districten in Suriname en de inrichting en de bevoegdheden van de regionale organen. Elk district heeft een districtsraad en elk district is onderverdeeld in resorten met lokaal gekozen resortraden. In elk district hoort er een districtsbestuur te zijn. Bij decentralisatie gaat het er dus om dat de districten minder afhankelijk zijn van de centrale overheid en dat ze dus meer bevoegdheden krijgen om beslissingen over hun eigen district te nemen. Maar wat is het voornaamste doel in principe van decentralisatie en wat zijn de voordelen van decentralisatie? Met dat in mind hebben we vanavond gekozen in deze aflevering van Opinie om dus te gaan praten met onze gasten over het decentralisatieproces in Suriname. Onze gasten voor vanavond zijn Mike Nergust, DC Paramaribo Noordoost. Nergust is van huis uit jurist. Hij heeft verder de studie pedagogiek op het IOL en verschillende ICT-studies succesvol doorlopen. Nergust heeft gewerkt op de Democracy Unit en is sinds 2011 beëdigd tot districtscommissaris, ditmaal van Paramaribo Zuid-West. In zijn carrière als DC heeft hij mogen waarnemen voor de districten Brokopondo, Wanica, Kommewijnen, Koroni en Nikeri. Vanaf 2017 is Nergust de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost. Kijkers, Mike Nergust. Cynthia Wimpel Lapaar, districtsraadslid Paramaribo. Lapaar is werkzaam op het ministerie van Arbeid in de functie van beleidsadviseur. In deze hoedanigheid is zij ingedeeld bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling. Lapaar is jaren actief geweest in het Vrouwenparlement Forum en is zich gaan specialiseren in het gendergebeuren. Hierbij heeft zij verschillende trainingen mogen volgen. Thans is zij districtsraadslid afgevaardigd door het resort Centrum van het district Paramaribo. Kijkers, Cynthia Wimpel Lapaar. Zo, welkom gasten. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Goedenavond. Dat jullie de tijd hebben genomen om met hier te komen zitten in deze aflevering van Opinie. Mevrouw Lapaar, welkom. En heer Nergust. Meneer Nergust is al de hele dag en de hele tijd in de media. Dus voor u natuurlijk weer voor de zoveelste keer dat u weer op het beeldbuis bent. Maar meneer Nergust en mevrouw Lapaar, we gaan een beetje praten zoals ik heb aangegeven in mijn inleiding vandaag over het decentralisatieproces in Suriname. Mm-hmm. En om te beginnen natuurlijk, wat is de achterliggende gedachte van decentralisatie? Laten we daar beginnen. Ik weet niet wie ik het woord mag geven als eerst. Laten we zo doen. Bij decentralisatie gaat men ervan uit dat lokale overheden, waarbij de communicatie met de mensen die in het gebied wonen makkelijker is, dat zij daar sneller kunnen inspelen op de noden van de mensen, waardoor de problemen die zich voordoen in die gebieden sneller worden opgelost. Toch? Mm-hmm. Maar je hebt verschillende vormen van decentralisatie. Toch? Wij in Suriname, toen ik erbij kwam in 2011, was het al in gang. Toch? Daar is dan toen de financiële decentralisatie ingezet. Toch? En daar heb je dan nog een gedeelte bij de uitvoering.
En wat krijg je dan dat laten we zeggen, de DC's die gaan in de uitvoering, dan krijg je ook een decentralisatie van dat gedeelte. Ja. Omdat voorheen de centrale overheid alles deed in de uitvoering. Was het nou een ophalen van een lozing, was het nou het krabben van het tertiaire weg. En dan ging het via OW naartoe? Alles ging via openbare werken. Ja. En dan kreeg je situaties waarbij delen werden overgeslagen. Ja? Bepaalde gebieden kwamen nooit aan de beurt. Ja? En dan heeft men, zoals het normaal betaalt, heeft men het proces dat ook in verschillende landen van toepassing is. In Amerika, in Nederland, in Frankrijk, in Frans-Guyana, in Frankrijk, net als in het Caribisch. Dat heeft men dan overgenomen. Maar wij hebben het overgenomen in ons model. Ja. En elk land heeft zijn eigen model, zijn eigen systeem. Toch? En naarmate het land dan ouder wordt, toch groeit het systeem, verbetert het systeem. Ja. En het is begonnen met de financiële decentralisatie, waarbij je dan een districtsadministrateur hebt gehad op elk commissariaat, met de afdeling districtsfinanciën en planning, toch met bepaalde voorwaarden, BFN, handboek, alles is gekomen vanuit financiën, hoe dan het financieel beheer toch, van dat gedeelte gedaan moet worden. En de tweede fase, krijg je dan een beetje in het organogram, in de uitvoering wat decentralisatie gaat, waarbij je dan verschillende afdelingen hebt gekregen op het commissariaat. En dan heb je dan de hoofdafdelingen, dan de leidinggevende van de hoofdafdelingen, die vormen samen dan het districtsmanagement team. En die afdelingen zijn dan, je hebt dan de commissaris die als hoofd zit, heb je dan de districtsadministrateur die vervangt alleen in de DMT, dus niet bij het regulier werk, alleen bij de district management team vergaderingen, vervangt die de DC als de DC niet aanwezig kan zijn. Ja. En heb je dan de andere afdelingen van het commissariaat, namelijk de milieu- en gezondheidsdienst. Dat is dan een poot die eigenlijk gaat op hygiëne enzovoort. Dus laten we zeggen, het zou bijna zo moeten zijn dat wat BOG eigenlijk doet, de milieu-inspecteurs met groen, toch? Maar die hebben een speciale opleiding daarvoor. Dus eigenlijk was de achterliggende gedachte, denk ik, in mijn concept, toch? Dat gedeelte van de milieu-inspectie of milieu-inspectie, dat gedeelte zou samengevoegd worden met MGD in elk district. Ja. Toch? Waardoor dat gedeelte eigenlijk anders zo ingezet zou kunnen worden. Mm. En dan heb je dan de afdeling beheer bestuursgezondheid. Ja, en daar is ook een leidinggevende, BBR. En elk district is verdeeld in verschillende resorten. Elk resort heeft een resortkantoor. Ja, en dan heb je dan de communicatie naar de resortkantoor gaat dan via de afdeling BBR. Ja, ja. En dan heb je dan AD, dus hoofdadministratieve diensten, die ondersteunt dan de districtscommissaris bij het reguliere werk. Toch? Zoals vergunningen, kijkkasten of adviezen worden opgevraagd enzovoorts enzovoorts. En ervoor zorgen dat indien een toestemming de deur uitgaat, het voldoet aan alle voorwaarden die er voor zo'n vergunning zouden moeten zijn. Ja. En die vijf mensen vormen samen die district management team. Ja. En dat is dan de tweede fase geweest in het decentralisatieproces. Maar waar is dit begonnen? Want misschien mevrouw Lapaar, meneer Nerkus heeft het heel plaatje aan ons verteld, die mond vol. Maar waar is dit proces en hoe lang zijn we al bezig in principe met dit stukje? Want zoals u zegt, meneer Nerkus zei, alles ging eerst vanuit één punt, één overheid, één ministerie. Maar wanneer is dit proces echt opgekomen, dit decentralisatieproces? Laat mij zo zeggen, met de verkiezing van 25 november 1987 is die nieuwe grondwet ingetreden, waarbij dit model van decentraliseren eigenlijk al op gang moest zijn gekomen. Ik ben districtsraadslid van Paramaribo. Dit is mijn derde ronde. En hoe lang duurt de ronde? 5 jaar. Oh, 5 jaar. Ja. Verkiezingsperiode. Ja. En in mijn eerste ronde, dat was 2005-2010, is toen eigenlijk het proces op gang gekomen door middel van een IDB-project. En de geestesvader eigenlijk van het decentraliseren is Weyland, meester Bas Ahmad Ali geweest. Hij was dan ook de
projectdrager van het IDB. Ik denk dat we het een beetje mis hebben. Hij was de geestesvader bij de uitvoering. Maar de geestesvader van decentralisatie is de grondwetgever en de mensen die toen hebben gewerkt aan de grondwet van 1987. Ja. Ja. Ja, dus in de uitvoering. En rond 2005 zijn we begonnen, want een IDB zaten aan de Anton Drachtenweg. Dus van daaruit werd het gemonitord. Stapje voor stapje. 2010, 2015 is het een beetje strakker gelopen. Wat 2010, 2015. Ja. Daar hadden we meer ruimte als een volksvertegenwoordigers, zeg maar, om het proces eigenlijk handen en voeten te geven. Want zoals we aangeven, is het een proces. Die wet is daar, de zaken zijn omschreven. Maar wanneer je in de uitvoering gaat, dan ga je zien van dit moet ik misschien minder doen en dat moet ik aanpassen. Dus daarom een bepaalde zaken moesten omschreven worden, zoals de DC nu heeft uitgelegd hoe het district management team eruit ziet. Dat is in deze periode gebeurd. Die processen om de zaken neer te zetten waarmee je moet werken. De WRO geeft aan bijvoorbeeld dat je minimaal één keer per jaar dat de resortraden hoorzittingen moeten houden. Ja, ja. Toch? Dat is nu gaande. Ja, ja. En waarom zeg ik dat in 2010, 15? Want daar is het gaan groeien. Want het heeft ook te maken van hoe gaat je bevolking ermee om? Dat stukje bewustwording moest nog op gang komen. Ja, ja. En daar begon het op gang te komen. Dit jaar, als ik naar de hoorzittingen kijk, dan merk ik dat er wel een groei is van het stukje bewustwording. En hoe vaak komt zo'n raad bij elkaar? Hoe vaak vergadert dus de districtsraad? Hè? De districtsraad vergadert plenair minimaal één keer per maand. Maar om het werk te vergaderen, want het werk bestaat niet alleen uit vergaderingen. Dus wij zijn opgedeeld in commissies die zich bezighouden met issues. En daar moet je ook voor vergaderen, je moet instanties bezoeken, je moet in het veld gaan, het is veelomvattend hoor. Ja. En het decentralisatieprogramma, het is gestart in 5 districten denk ik, hè? 5 districten waren een pilotfase. Dat was in 2005. Het was, als ik het goed heb, moet het zijn. Maar zitten we nog steeds in die pilotfase? Nee, we zijn eruit, want je had een level 1 certificering, de financiële decentralisatie, en een level 2 certificering. Level 2 is 2010. Ja, toch, dus, en op de, uiteindelijk is het toch toen gelukt met de inzet van Bas en de collega die toen aan de trekkar waren. Om eigenlijk elk district in Suriname level 1 en level 2. En nog een keer, wat is level 1? Level 1 dus is? Je had een minimale mate van financiële decentralisatie. Ja. En bij level 2 kon je dan projecten uitvoeren. Toch, is die financiële decentralisatie, je geld, eigen beheer, eigen dingen kopen, je bepaalt zelf hoe je dingen koopt. Ja. Toch, en wat je koopt, want er wordt elk jaar een bepaald bedrag in kas, elk kwartaal een bepaald bedrag in kas gestopt. Maar dat is nu nog steeds even, zo in de 5 districten. Even verder gaan, dan ga je het verder begrijpen. Ja. Er wordt per kwartaal een bepaald bedrag gestopt en daarmee moest je dan het commissariaat winnen. Eventueel iets buiten doen. Bij de tweede fase moest je dan gerechtigd worden als commissariaat. Om werkzaamheden te kunnen doen, infrastructurele dingen te kunnen doen. Ja, ja, en ja. Dan had je dan die level 2 certificering. Daar werd er wat geld hebben ze ingesteld. Paramaribo heeft dan Noord-Oost en Zuid-Oost hebben beide 2 sportcentra's toen laten bouwen. Mm-hmm. Met onder supervisie van het commissariaat volledig. Toch? Werd de controle, supervisie, alles werd gedaan door op het commissariaat zelf. De aanbesteding, alles is via het commissariaat gegaan. Om dat te kunnen bewerkstelligen, dat bewerkstellig was,
heb je dan de level 2 certificering gehad. Dus dan heb je dan als commissariaat heb je dan de procedure doorlopen om. En daar zijn we, op dat niveau zijn we nu. Maar door het proces blijft groeien. Waardoor je dan gaat naar andere werkzaamheden. Nu zitten we in het proces van hoe kunnen wij middelen genereren. Dus het automatisch door de tijd heen, toch zijn de commissariaten uiteindelijk beland in het proces van hoe ga je genereren. Want eerst kreeg je dat geld, kon het uitgeven. Nu heeft men jou geleerd hoe je projecten moet uitvoeren. En naarmate je die kennis hebt gehad, ga je dan, de drang is dan om uit te voeren. Maar dan moet je middelen hebben. En zo is dan het proces gestart. En eigenlijk de geestesvader of de DC's, die eigenlijk de echte stoute schoen in deze periode heeft aangetrokken om het te doen, is Jerry Miranda geweest. Toch? En para. Toen hij begon met die billboards moeten betalen en dat moet zo en zo moet zo en zo moet zo. Hij is eigenlijk de trigger geweest waardoor onder andere ik ook heb opgepakt. En dan ga je dan verder. Je gaat voortborduren en je gaat ervoor zorgen dat je dan correcte dingen gaat doen. We zijn toen bij de districtsraad, bijvoorbeeld Olapa was ik bij. Toen kwam de eerste districtsverordening, die moest schieten naar die en dus, toen was ook de procedure niet. Hoe gaat de districtsverordening als het is goedgekeurd? Hoe ga je erop bouwen? En uiteindelijk was het rechtstreeks gegaan naar de DNA, toen moest het terugkomen, want het moest via ERO gaan. Dus de hele procedure, toen was de procedure vast. En dat is deze, en zeker onder andere enkele mensen, en mevrouw Rapparis en Beek, is vanaf de eerste districtsverordening maken. En dan uiteindelijk wordt het toch veranderd toen het bij de DNA komt. Maar dat het proces is begonnen. Dus nu zitten we in een fase waarbij we eigenlijk de commissariaten zichzelf de level 3 certificering hebben gegeven. Niet, ik zeg gewoon wat hoor. Ik zie het als zo, want de commissariaten zijn op het punt dat ze kunnen genereren. De districtsraden zijn op het punt waarbij ze districtsverordening hebben gemaakt. Eén fase is die vuilzakkenproject. Is het is ook één van ze. Dat is een van de dingen die voortgespoeld is uit het decentralisatieproces. Ja. Het eigen beheer, het eigen... Waarbij de districtsraad is ingekomen. En dan voert de DC het uit. Dat is dan de evolutie die plaatsvindt. En we hebben nog een heel stukje te gaan. De volgende evolutie in mijn optiek is dat de ministeries hun begrotingen moeten gaan decentraliseren. Moeten aangeven, in Para ga ik dit doen, in Wanica ga ik dit doen, in Coroni ga ik dat doen, in Saramaga ga ik dat doen, in Komowene ga ik dat doen, in Sipaliwini ga ik dat doen. En dan via de commissariaten. Maar het is een beetje lastig, we begrijpen het wel, het is een proces. Sommige mensen denken dat als ik het laat doen door iemand anders, dan geef ik mij een beetje positie kwijt. Ik verlies mijn power. Het lijkt daarop, maar je uitvoeringscapaciteit wordt groter. Je kan meer doen. Dus eigenlijk kan die ene minister meer lintjes gaan knippen en zijn naam maken. Maar alleen moet het een beetje dat op gaan doordringen. Dat werk eraan mee. Toch decentraliseren. Kijk, grote infrastructurele werken bijvoorbeeld en grote, laten we zeggen, volksgezondheid en of onderwijsdingen of sociale, weet je, dat is voor het ministerie. Maar SEC, gericht op een bepaalde community, een bepaald gebied, een bepaalde leefgemeenschap, toch, dan alleen de kosten om die minister daar te krijgen, toch, misschien met een vliegtuig, met een boot, met leefwachten, met eten, met dit, toch, die kosten konden gewoon weggelaten worden door die DC. Dat hebben die DC het voor je te laten doen. Klopt. En in the end of the road, dan kom je gewoon even voor de eerste keer. Want nu ga je dan 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer. Met het hele kostenplaatje erbij. Maar het is een proces. Het is een proces en we begrijpen dat in een bepaalde tijdsvak toch het denken van mensen misschien nog niet op dat moment is. Dus dat is om te gaan naar
Maar dat is dat we dat toen nog in Suriname de Aziatische wetgeving hadden, toch? Wat bij die vrouwen, bij die Hindustaanse, mensen van Hindustaanse afkomst, die Javaanse afkomst, die op een bepaalde manier wel mochten trouwen en de anderen niet, en de huwelijks, het huwelijk kon worden ontbroken. Maar dan had je dat toen, meneer Adin, die ver voor zijn tijd had gedacht en dat ding had in elkaar had gezet. Maar het is pas later, weet je, er doorheen gekomen. Als ik het term, mevrouw Lapaar, een meerjaren districtsontwikkelingsprogramma in de mond neem, hè, wat moet ik me daarbij voorstellen? In de tijd hadden we wel zoiets gemaakt. Dat je over een x aantal jaren bepaalde projecten voorstelt. Maar ik vind niet, het heeft niet echt gewerkt nog. Omdat we meer zitten met jaarlijks, wat de hoorzittingen, wat de bevolking, de community zelf vraagt voor zijn of haar resort. En dat is heel veel omvattend, je komt niet eens eraan toe om alles uit te voeren. Want vooral wat infrastructuur betreft, daar zijn de meeste klachten. Infrastructuur. Ja, ja. Maar dus meer jaren, dat was in de periode 2010-15, ja, hadden we een gemaakt. Ja, dat was toen gevraagd omdat wij dan richting level 3 zouden gaan. Ja, ja. Dat gedeelte gaat wel kunnen, het moment dat de ministeries gaan decentraliseren. Toch, dan kan je dan een meerjarenplan maken per district, waardoor de uitvoering makkelijker is. Toch, omdat als een ministerie heeft gedecentraliseerd en de uitvoering ligt met het ministerie tezamen met de commissariaten en we daar ook bepaalde dingen gaan versterken, dan is je uitvoeringscapaciteit veel groter. Kan je dan makkelijker bepaalde werkzaamheden klaren, waardoor je dan een snellere ontwikkeling krijgt. Toch, en dan ga je dan komen op een meerjarenplan per resort of per district waar je naartoe wil gaan. Ja. Want dan wordt dan de uitvoering wordt dan makkelijker. Want nu gebeurt alles centraal. Toch? En dan heb je dan vanuit dat punt heb je die volle overview. Toch? Je hebt die verdeling nodig. Ja, precies. Maar jullie moeten me even helpen. Dus ik neem een commissariaat in gedachten. Je hebt een commissariaat. En ik probeer even naar de plekken. Dus dan heb je dan het districtsraad. Ja, toch? Zijn ze in het hoogste orgaan van het commissariaat? Correct me even, bro. Nee, van het commissariaat. dus help me even, want ik probeer even te plaatsen. Waar zit ik de raad? Laat me het uitleggen. Juist, waar is de raad? Waar is de DC? Om de vijf jaar heb je algemene vrije geheime verkiezingen. Bij die verkiezingen worden dan de DNA-leden gekozen. En de resortraadsleden worden gekozen. Ja. En de districtsraadsleden zijn dan afhankelijk van het aantal resortsraadsleden die gekozen zijn. Partij, bla bla, wat het heel bij elkaar heb je dan zoveel districtsraadsleden van jouw partij die deel mogen nemen tot een hoeveelheid van 21. Dat verdeeld over die verschillende partijen die er zijn. Dus alleen de DNA en de RR worden rechtstreeks gekozen. En eigenlijk is een RR-lid nog RR-lid sterker dan een DNA-lid die gekozen is. Ja. Omdat die op die wordt direct gestemd. Toch? Een DNA-lijst is het dan opvolging. Ja, opvolging. Ja. Dus men hoeft je helemaal niet te willen, maar je bent op de lijst en je bent binnen. Maar bij een RR moet men op jou stemmen om binnen te komen. En ben je een DR-lid dan? En een DR-lid is afhankelijk van het aantal RR's dat jouw politieke partij heeft. Eigenlijk de sterkste in de hele, dat hele ding is de resortraad. Toch? Alleen de resortraad moet een beetje meer gaan studeren, een beetje meer gaan weten wat ze kunnen doen. Het is zo namelijk dat je hebt DNA-regering. Districtsraad. Districtsbestuur. En heb je dan resortraad? Er is geen resortbestuur. Maar eigenlijk zou je dan moeten zeggen een resortbestuur. En dan heb je dan zo dat bij elkaar. En dan heb je dan die DNA die maakt wetten.
Districtsraad maakt districtsverordeningen en zou dan de resortraad een resortregeling kunnen maken. En wat is die DC dan? Waar komt de DC dan in het geheel? De DC die is in de politieke uitvoering. De DC valt in hiërarchisch onder de president en valt administratief onder de minister van regionale ontwikkeling. En hij wordt benoemd en ontslagen door de president van de republiek. De president bepaalt als de meneer, als meneer of mevrouw X of A DC wordt of DC af is. Een district krijgt om te beheren of een district moet afstaan. En dan zit je dan in de uitvoering. En dan heeft men dan in regionale organen, heeft men hem zodanig gezet dat eigenlijk de districts, de DC, kwaliteiten qua voorzitter is van de districtsraad. Omdat de districtsraad ook gekozen is om zo het werk te kunnen vergemakkelijken. Maar ook bij het districtsbestuur moet zijn. En daar, en dat stukje in de ontwikkelingsgeschiedenis van Suriname moeten we dan nu dan, een andere richting op gaan. Ja. Omdat je niet in de uitvoering kan zitten en dan gelijk in de controle. Daarom hebben wij met de Raad van Paramaribo, ook de andere districten van enkele collega's, hebben we dan besloten om die scheiding te maken. Waarbij de ondervoorzitter van de districtsraad eigenlijk dan de raadsleden kiezen aan ondervoorzitter. Dus de eerste onder de gelijke. Dus net zo die DNA voorzitter, ondervoorzitter. Dus dan krijg je dan ondervoorzitter en dan de vervanger. En dan heb je dan die DC die daar zo staat. Maar wij hebben dan besloten om eigenlijk die ondervoorzitter dan helemaal de plaats te geven die hij verdient. Want hij is gekozen, eerste onder de gelijke pap. En dan heb je dan die vervanger. In ons geval is het meneer Voorman. In ons geval is het meneer Voorman die dan de voorzitter is van die stiks. Dus ondervoorzitter, maar wij zeggen toch, we gaan een stapje verder. Want als we hem zo beginnen te doen, dan uiteindelijk gaat dan de samenleving zien dat het beter werkt. Toch waardoor men de wetgeving gaat aanpassen. Maar aanpassen van wetgeving doet een beetje langer. Dus dan heb je dan nu, hebben we dan die splitsing gemaakt. Waarbij de DC aan de ene kant is met zijn distance management team. Want het moet eigenlijk een distance bestuur zijn, maar dat is er niet. Toch? En hebben dan het six management team en hebben dan de DRA1 aan de andere kant. Dus wanneer wij bepaalde dingen moeten doen, bepaalde werkzaamheden moeten doen, wordt het gestuurd naar de districtsraad. En dan krijgen wij nadat ze hebben vergaderd terug, als het is goedgekeurd of als het niet is goedgekeurd. En daar kunnen we de uitvoering gaan. Maar is het zo dat dus de DC in principe iets kan uitvoeren alleen wanneer de raad dat heeft? Dus zo is die verhouding. Ik zoek even naar die verhouding. Wij hebben het gebracht. Dus in de werksfeer hebben wij het gebracht naar dat punt. Juist, precies. In Paramaribo hebben we het gebracht naar dat punt, omdat ik als DC ervan uitga, dat ik niet kan zitten in de uitvoering en de controle. In de controle, mooi punt. En zo bescherm je jezelf, je beschermt de raad, je beschermt iedereen de uitvoering. En de raad bestaat uit 21 mensen. En als je de goedkeuring hebt van de meerderheid of van alle 21, Dan kan je shooten. Precies, mooi. Maar om terug te komen naar dat van de pilotfase van die 5 districten, is het nog even gebleven bij die 5? Alle districten zijn erin. Oké, daar heb ik dat even gemist. Dan komen we dat op de inkomsten van het secretariaat. Dus worden de, want je had het over, van het commissariaat, sorry. Want u had het over de inkomstenkant. Dus zijn de commissariaten zover dat ze zelfs ook inkomsten genereren? Want ik hoor het ook van bepaalde mensen. Dus was er op een stand bijvoorbeeld dat het commissariaat is komen afmeten en dat ze moeten betalen. Dus die mensen vragen, mama, wat is er plotseling gebeurd dan? Voorheen moest ik niet betalen, nu moet ik betalen. Wat is er gebeurd? De districtsraad heeft besloten dat de mensen die op de berm verkopen, een commerciële activiteit uitvoeren, moeten betalen voor de ruimte dat zij van de overheid hebben. En dat heb je alleen wanneer je een beetje die scheiding hebt gebracht. De districtsraad heeft het beslist. Dan kom je in de situatie, is dat wanneer er een begroting is ingediend bij de DNA. En als de DNA die begroting heeft goedgekeurd, dan kan de regering uitvoeren. En Jezus heeft dan de districtsraad gezegd, luister nou, in dit district wil ik vanaf zo'n moment wil ik hebben dat iedereen die daar zo is, moet betalen. Omdat wij ons district willen ontwikkelen en wij hebben middelen nodig. En de centrale overheid kan niet altijd de middelen leveren, dus wij moeten zelf genereren. En dat zie ik als een bijna level 3 certificering, omdat wij dan
op het punt zijn dat we weer aan het genereren om werkzaamheden uit te voeren. Mevrouw Lapaard, wil ook wat in. Ja, waarom hebben wij dat gedaan? Want het is maar klaar. Op je zaren, mevrouw Lapaard. Maar ze moeten misschien wennen eraan. Een bermen, pleinen, plantsoenen zijn onder beheer van de DC. Mm-hmm. Duidelijk. Dus duidelijk. Hebben we gezegd van, als mensen gebruik maken van zaken van de staat, vallende onder de DC, hebben we daar het gat in gezien om middelen te creëren mm-hmm. voor het districtfonds, zodat wij in de uitvoering kunnen gaan. Want de bevolking, de gemeenschap, doet zijn beklag onder andere meer bij die resortraad. Dus ze komen ook bij ons. Toch? Als er zaken gedaan moeten worden in het resort, moet het betaald worden. Kijk, bijvoorbeeld nu worden bepaalde bermen opgehaald onder auspicie van het commissariaat. Die mensen moeten betaald worden. Waar moet je dat geld vandaan halen? Want je wordt niet gefaciliteerd meer vanuit die centrale. Ja, niet volledig. Begrijp je? Dus, wanneer die huurpenningen die komen, die wie dat? Ja, die zijn niet voldoende. Kijk, een simpel vorm een simpel vorm van het volledig leven van de decentralisatie en het inkomstenvrijheid en uitgavenvrijheid van het commissariaat is de centrale markt. Nu, zoals het nu daar is. Mm. U ziet hoe het eruit zag. U weet wat de penningen waren. Wij hebben dan een strak beleid daar gezet met onze marktmeester, die een bepaald traject heeft uitgestippeld, ondersteund door de districtsraad. Want hij was ook ondervoorzitter van de districtsraad. Hij is ondersteund door de districtsraad. Een bepaald traject uitgezet. En kijk je naar de ontwikkelingen. Want we kunnen dan de middelen genereren. Ja, en de middelen dan weer stoppen voor de verandering. En dat is het systeem. En zo kan je dan verder gaan als men bijvoorbeeld langs de straat zit te verkopen. En je zegt, luister broer, je moet betalen. Kan ik straks die bergen voor je betegelen? Ja, kan ik die bergen verharden? Ja. En dan wordt de omgeving mooi. Mm-hmm. Of dan kan ik bomen zetten voor schaduw. Maar de middelen moeten ergens vandaan komen. Maar hoe gaat het nu met de mensen die moeten betalen? Want de crew sowieso, maar komt het op gang? Betalen ze? Of, en als ze niet betalen, wat zijn de maatregelen? Ja, wat zijn de sancties dan? Ja, de sancties zijn, ik heb nooit betaald, ik betaal. De sancties zijn, als je niet betaalt, dan houdt het op. Want je vraagt toestemming, toch? Je vraagt toestemming om te verkopen. En je krijgt dat, dat zijn voorwaarden. Dat zijn voorwaarden. Dus je hebt je gecommitteerd aan. Dus in principe hebben jullie alle grip om in principe de mensen. Op de en het is terecht. De districtsraad is eigenlijk, het is niet een enkeling, hè. Ik praat meestal of die aan het praten of zo, maar het is er zitten heel veel. Er zijn 21 mensen. Je moet ook eens een discussie komen volgen. Toch? Je moet een discussie komen volgen, een keer van de districtsraad. En daar heb je ook oppositie, je hebt ook coalitie. Toch? En soms vinden ze elkaar, soms vinden men elkaar niet. Dus wanneer de mensen de DC in dit geval, hoe jullie dat zo mooi hebben gescheiden, wanneer de DC tot actie overgaat, dan de meekost DC natuurlijk, want u bent op de voorgrond. Of de DC zit op de door een raad. Precies, maar er staat een hele raad achter die DC die heeft gebrainstormd om te komen tot. En gelooft u mij, de raad van Paramaribo is een raad. Niet eenvoudig, nou? Nee. Een brutale raad. Nee, maar ik moet ook meegeven. Je moet. Sommige dingen moeten inderdaad. Ja. Kijk, de mensen, hoe je draait of keert. Om ordening te maken, weet je. Behalve dat mensen, de mensen verkopen. Je verdient wat eraan. Je doet business. Op mijn berm, op mijn berm, doe je business. Ja. Ik bedoel, come on, dus dat zou moeten kunnen. Maar wat ik me afvraag, de inkomsten die dus worden gegenereerd door zo'n commissariaat, wordt het gerekend tot de overheidsinkomsten? Dus bij de jaarbegroting van de staat, wordt het gerekend? Wat er gebeurt, de inkomsten, gaan komen in het districtsfonds. En daarover moeten wij op kwartaalbasis rapporteren. Wat is binnengekomen, waaraan is het binnengekomen, wat is uitgegeven, waaraan is het uitgegeven en hoe is het uitgegeven. Dus de districtadministrateur en de afdeling districtsfinanciën en planning, die zijn gehouden, verplicht, om op kwartaalbasis een volledig rapportage te maken. En dat wordt dan verzonden via de minister van regionale ontwikkeling naar de minister van financiën. En als we dat niet doen, dan hebben we een groot probleem. Maar je hoort vaak ook in de volksmond, mevrouw Lapaard, dat resortsraadleden zie je nooit, dus de RR-leden, die zie je nooit, ze doen niks.
En de DR-leden horen we nu vandaag, dus dat inderdaad de mensen vaker bij elkaar komen. Maar je hoort dat van die RR-dingen ook vaak, hè? Dat wil mensen niet kennen. Men wil, ja. Dus, kijk, want de resortraadsleden, ze doen heel wat hoor. Dus helpt u ons, met die informatie? Kijk, de resortraadsleden vergaderen zeker twee maal per maand een plenair. En ze hebben allemaal aangegeven waar ze vergaderen. En die vergaderingen zijn openbaar. Als ik wil weten wie mijn resortraadsleden zijn, als ik het echt wil weten, stel ik weet het niet, dan vraag ik het toch aan het commissariaat, want die heeft die informatie in de afdeling BIC, waar ze te vinden zijn. Op dit moment, nu toevallig is gaan, vandaag hebben we de laatste voor Paramaribo, heb je hoorzittingen. Ze worden opgeroepen de hoorzittingen bij te wonen. Daarnaast hebben die resortraadsleden ook wel acties met om die, weet je, de gemeenschap bewust te maken van het is jouw belang, het is jouw buurt, doe mee, meedoen, meedenken, meebeslissen. Dus ze worden betrokken bij een projecten zoals een, want zij zijn meestal de trekkers van een, bijvoorbeeld ophalen van grofvuil. Daar geven zij meestal leiding aan. In Flora zijn ze overgegaan. Zelf, en dat hebben die resortraadsleden daar, zijn de trekker geweest daarvan. Je hebt veel van die open rioolputten. Juist, toch? Ja, klopt. Ze hebben geen deksel, toch? Juist, toch? Ja, ja. Wel, resortraad van Flora is ertoe overgegaan om zelf die deksels te maken. Samen met de gemeenschap van daar, thuis bij een burger. Ze hebben natuurlijk hun zaken ingewonnen en de gemeenschap heeft zelf bijgedragen. Dus als je wil weten, de resortraad van Blauwgrond, die doet regelmatig acties in het resort. En ze betrekken de gemeenschap erbij. De resortraad van Centrum, dus ik noem voorbeelden hoor. Idem, maar dus wat ik zo knap vind, de resortraad van Flora, zij hebben zelf zelf gemaakt. En als je naar de hoorzittingen gaat, presenteren ze wat ze allemaal hebben gedaan, gekregen voor het afgelopen jaar. En dan wordt bijvoorbeeld, het is een hoorzitting, dus daar doet de gemeenschap mee om te participeren, om aan te geven wat ze verder nog gedaan willen krijgen. En dan komt dat resortraad. Maar een resortraadsleden, die... Zijn dus bezig. Ja. Dus de mensen die zeggen dat ze niks doen, zijn de mensen die het gewoon niet willen weten. Ze willen het niet weten. Ze willen het gewoon niet begrijpen. En wij zijn er moe van. Nee, want vaak hoor, als je gaat zeggen, die RR-leden hier in de buurt, ik ken ze niet. Ik kan niet meegeven. Dan, als u uw lid niet kent, dan bent u naar de stembus gegaan, want u hebt op de persoon gestemd. Ja. U hebt op de persoon gestemd, anders was de persoon toch geen eigen lid. Ja. Dus hoe kan je dan de persoon niet kennen? Ja. Dus, maar nou een beetje, maar nou een beetje politiek. Want de RR-leden en ook de DR-leden komen vanuit verschillende politieke partijen. Maar dan moeten jullie me helpen, want dit vind ik spannend, dit stuk. Als de RR-leden nu, bijvoorbeeld, pak bijvoorbeeld RR-leden van, zoals je zegt, bijvoorbeeld Flora. Zeggen bijvoorbeeld, we gaan deksels maken voor die put. Maar we weten allemaal hoe dat ding zit in die politiek. Dan zijn er RR-leden die zijn van de zittende regering. En dan zullen er ook RR-leden zijn, ja toch, van verschillende, andere partijen. Ja. Maar ik ben benieuwd, hoe gaat dat ding zo dan zo'n beetje? Want dan moet ik helpen ook deksels te maken, dan dadelijk gaan jullie scoren. Als zittende regering. Dus resortraad van, wat Paramaribo betreft, resortraad Rainville. Ja, bijvoorbeeld. Dat is daar, echte mix. Die is echte mix. Waarbij een... Dan gaan we praten over verschillende politieke partijen. Dus in de meerderheid is. Oh, dus de oppositionele. De RR-leden. Ja, van Rainville is daar de meerderheid. Oh, dat is er zijn vijf van de coalitie. Maar ik zal u zeggen. Oh, dus daar heb je ook oppositie en coalitie. Nee, nou, ja.
Ja. Maar ze trekken hoor en ze hebben een, veel resultaten. En ik mag het hard zeggen, de trekker binnen die raad, de echte trekker, is meneer Moene. En meneer Moene is van? Rainfield. Nee, maar ik bedoel, kom van de coalitie. Kom van de coalitie. In de minderheid. In de minderheid. In minderheid bij de NDP. Ja, 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 ja. En de anderen zijn van de andere politieke partijen. Ja, ja, ja. Maar hij gaat mee, want je wil je gemeenschap toch. Ook, oh, maar de mensen doen toch, iedereen doet toch wel mee. Dat is toch wel mooi. Ja. Dus de mensen zeggen Surinamers. Gemeenschap. Dus zie je zo, zeggen ze je wil weer gekozen worden toch? Nee, nee, maar kijk, maar dus dat is het ding waar ik even vast zit toch. Dus kijk, laten we zeggen bijvoorbeeld toch, ik kom van een andere partij dan de zittende partij en ik ben RR-lid. Maar dan moet je mee, waardoor als ik de deksels help maken, dan scoren jullie. Even, laat me dat uithalen. Laat me Suriname scoren, je gemeenschap scoren. Dus dat vind ik mooi. Laat me dat uithalen. Dit is hetzelfde resort, Rainfield. Had je in de voorgaande jaren, toch, voorgaande verkiezing, van de afgelopen verkiezing, waren er 16 mensen gekozen van een nieuw front en 1 van de NDP. Dat is meneer Hart. Wow. En meneer Hart is gekozen toen, en het heel bolwerk. En dat is overwegend, dat gebied was een nieuw front. Win gedeelte, toch? Ja, ja, ja. Maar die ene meneer, doordat hij harder heeft gewerkt, heeft zijn naam te hard genoemd, meneer Hart. Heeft hij meer stemmen gehad dan de rest. Dus hij is binnengekomen als enige, toch? En meneer van de NDP toen, en de anderen waren van... Nee, er was nog iemand bij. Wie was er bij? Zij is gegeven een ogenblik voorzitter geworden van die raad. Ja, omdat die voorzitter overleden is. Toch? Ja. En zij gegeven een ogenblik gekozen. Ach, wie was het weer? Ja. Ach, ik ken de nickname. Samen vooral een paar kennen persoon de nickname. Maar de omdat er op Facebook toch? Ja. Ik heb er meer op Ja. Nee, maar, dus om even terug te komen. Dus je ziet toch wel dat waar mensen zeggen politieke praat zijn niet, maar dat is niet waar. Want we zien het bij de R en dat iedereen samenwerkt. En dat is mooi om te weten. Uiteindelijk wanneer 6 maanden tot 4 maanden voor de verkiezing zit. Oh, dan wordt het wel een beetje grimmiger. Dan wordt het wel een beetje anders, want dan is het een andere ballgame, weet je. Ja, toch, ja, ja. Maar net na de verkiezing, wanneer de mensen er zijn, heb je nog even de schermutselingen, de eerste 6 maanden. En nadien dan gaat men gewoon werken. Ja, ja. En okay, maar en het mooie ervan is dat de Surinaamse toch een beetje prevalent bij de meeste Dus dat groepen. Vind ik mooi. Dat ben, ik, vind en dan ik gaat men samenwerken. Dat vind ik mooi. En dan, dus het maakt dan niet uit wat de leiders van de verschillende politieke partijen doen met elkaar. Ja, 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 ja. De DNA-leden doen met elkaar in de DNA en de mensen die vechten met elkaar. Maar bij die ergens is het toch een beetje anders. Wij zitten met 16 om 5. 16 om 5 in de district. Ja. Maar die 5, komt u maar kijken, want we zijn nu in 2 commissies opgedeeld in verband met de voorzitting. Ja. Ze participeren, normaal hoor. Mooi, dat is mooi hoor. Ja, dus er is een commissievoorzitter, die zet het werk uit. En meneer of mevrouw... XA. Oppositie, zeg maar. Ja. Die wordt ook ingezet en voert ook uit. Ja, oké, maar nu gaan we richting politiek. Om even bij het politieke te blijven, want dat is spannend natuurlijk. Maar nu gaan we langzaamaan richting verkiezing. Mm-hmm. En meneer Nerkus zegt, 6 maanden voor de verkiezing, wordt het een beetje anders. Maar ik neem wel mee dat echt een pluimpje voor de DR en de RL-leden, trouwens de kijkers horen het, dat ze dat ding doen voor Suriname. Dat is mooi om te weten. Maar kijk nu. Nu komen we dicht bij de verkiezing. Mm-hmm. Nu zijn er overal in Flora zijn er netjes deksels geplaatst. Ja, dat er zijn deksels geplaatst. Dus we hebben als RR gewerkt. Ja. Maar summa otekno als score dat er deksels zijn geplaatst. Voor bijvoorbeeld pak Flora, want we kwamen verkiezingen. Iedereen wil promoten. Nee, Flora is volledig 1. Oké, dus is dat niet zo'n goed voorbeeld? Is er 1? Ja, 1. Flora is 1 iemand van de oppositionele partij. Oké, dus misschien Flora niet zo'n goed gebied, maar een ander gebied waarbij... Wat je gaat krijgen... Wat zeggen ze dan? Nee, wat je gaat krijgen...
De ene partij gaat zeggen, gaat de ene meneer gaan wie daar. Wie heeft die deksels geplaatst? De ene meneer gaat zeggen. De resortraad. De resortraad. Als ze eerlijk zijn, dan gaan ze zeggen de resortraad. Ja? Maar in een verkiezingsstrijd moet je... Ga je trek winnen, je gaat delen van je land proberen te winnen. Dus dan ga je zeggen, ik heb het gedaan. Dus dan gaat elk RL-lid zeggen, ik heb bijgedragen. Maar wordt er niet gekeken van, even, die moesje die daar woont is van NPS, dus we plaatsen het niet. Het mooie ervan is, iedereen gaat zeggen, ik heb het gedaan. Maar de mensen die ermee geconfronteerd worden, weten precies. Dus wanneer ze gaan stemmen, dan weten ze op wie ze moeten stemmen. Mooi. Dus we hebben echt gesproken over dat van de RL-leden. Daar hebben de mensen dat ook gehoord trouwens. Ja. Hoe dat allemaal zit met de resortsraadleden. Dus dat je het niet meer moet horen, ik ken mijn resortsraadleden niet. Of ik ken de DR-leden niet. Want er zijn bepaalde dagen of momenten waarbij ze constant vergaderen, zegt mevrouw Lapaan en meneer Nerkus. Je moet wel, anders krijg je geen geld. Oké, dus nog, erger nog. Dus we kunnen niet zeggen dat this man doet niks. Maar dan gaan we naar de ministeries van regionale ontwikkeling en financiën. Zijn ze uiteindelijk toch even nog de verantwoordelijke, hè, denk ik, in dit geheel? Want hoe worden die commissariaten door deze twee ministeries gecontroleerd. Dus wat is de we zeggen van regionale ontwikkeling. Daar wordt dan eigenlijk alles administratief afgehandeld, personeelszaken, de afhandeling van de salarissen, verloven, alles dat soort dingen. Nou, dat is, gaat gewoon via het commissariaat naar het ministerie van regionale ontwikkeling. Nou, dat is het administratief gedeelte. Het financiële gedeelte. Toch? Daar wordt dan ook dan verslag gegeven, toch? Via het ministerie van regionale ontwikkeling aan het ministerie van Financiën. Omdat de gelden die komen, die worden gezet in het districtsfonds, die gelden gaan via het ministerie van regionale ontwikkeling, toch? Worden ze dan gestort in het districtsfonds van het commissariaat. Mm. Dus dan moet dan het verslag gaat dan naar het ministerie van regionale ontwikkeling die het opzij beurt stuurt naar het ministerie van Financiën. Toch? Dus de uiteindelijke controlestop is bij Financiën. Toch? Maar ja, er is een tussenpoot op het ministerie van regionale ontwikkeling. En het ministerie van regionale ontwikkeling, niet om te gebruiken, is het eigenlijk het grootste ministerie. En pakweg in een goed werkende decentralisatieproces, decentralisatiesysteem, is het ministerie van regionale ontwikkeling het sterkste ministerie. Uiteindelijk gaat het sterkste ministerie worden. Ja. Omdat het enige ministerie is dat zo landelijk toch, eigenlijk overal mensen heeft. Ja. Beetje vertegenwoordigd. Dus ja, overal vertegenwoordigd is. Toch, laat van het ministerie van onderwijs, maar dat is gewoon het sec-onderwijsgedeelte enzovoorts, want de scholen zijn er overal. Toch, maar niet alle scholen zijn van de overheid. Toch, je hebt ook openbare werken die in verschillende districten, maar echt landelijk tot in de hoeken, toch, is het ministerie van regionale ontwikkeling. Dan heb je de volgende tentakel van die spin, zijn de commissariaten. Ja. En vanuit de commissariaten heb je dan de resortkantoren. Ja. Dus waardoor je dan in elke resort ben je dan helemaal vertegenwoordigd. De organen vallen ook onder het ministerie. Ja. Dus de regionale organen, de RR's en de DR's. En die zijn er overal, toch? En in het hele gesprek hebben we één ding gemist. En ik heb het horen zeggen aan het begin. Dat is het districtsbestuur. Ja, er hoort een districtsbestuur. Het hoort een districtsbestuur te zijn. En dat is er nu niet, toch? Dat was wel gepoogd in de vorige ronde. Dat was door minister Dico om nog net het districtsbestuur te installeren. Maar het heeft niet echt goed gefunctioneerd. Omdat, kijk, we zijn in een groeifase. De mensen in het districtsbestuur moeten eigenlijk de liaison zijn tussen het commissariaat, de districtsraad en het ministerie. Desbetreffend ministerie. Toch? En waardoor je dan makkelijker werkzaamheden kan uitvoeren, makkelijker de communicatie loopt om werkzaamheden af te handelen. Ja, ja. Maar het is een proces, dus we kijken dat waarschijnlijk dat in het volgende traject, toch, dan dat gedeelte van het districtsbestuur hopelijk gaat uitkristalliseren. Mooi. Wat je dan gaat krijgen is dat je dan de volledige scheiding gaat moeten hebben, dus want de DC kan dan niet
Want dan gaat het dan zo zijn dat je bij de districtsraad de voorzitter bent en bij het districtsbestuur. Ja, ja, precies. En dat kan niet. Dus ik denk dat ook dat meenemend is dan dat gedeelte van het districtsbestuur niet echt tot volwassenheid gekomen, omdat je niet kan zitten in de uitvoering en de controle. Duidelijk. Is er al een wet ondertussen, mevrouw Lapaard, op decentralisatie? Ja, is toch weer. Weet je ook toch? Nee, maar er was toch een is dat het enige wetartikel voor decentralisatie? Het is een hele wet artikel. Ja, nee, ik bedoel... Het is een boekwerk. Sorry, nee, maar ik bedoel, was er niet... Of heb ik dat gemist misschien? Nee, was er niet een update? Je hebt die financiële decentralisatie gehad en dat is dan toegevoegd. Dus dat is een toevoeging geweest. Oké. Dus gaandeweg, dus ja. Om die wet, net wat ik aan het begin zei. Ja. Dus gaandeweg het proces, dan ga je als het ware handen en voeten geven aan de uitvoering van wat van in de wet staat. Van die WRO in principe. Ja, ja. Dan begrijp ik het ietsje beter. Nee, maar goed, de tijd is niet een beetje aan onze kant, dus we hebben denk ik een beetje gezellig gebabbeld over dat heel bestuurlijk gedeelte en de decentralisatie. Ja. Nee, maar het was net nog babbel gesproken. Ja. Maar het was heel interessant natuurlijk en dan denk ik dat ook ik, maar ook misschien de kijkers zeker ook wel weer, een beetje meer begrepen hoe dat ding in elkaar zit, want je hoort die dingen, je hoort DR, je hoort RR, je hoort DC, je hoort... Dus het mooie ervan is misschien dat je in de komende periode echt per orgaan toch, het laat uitpluizen toch, in een bepaalde cyclus, zodat ook de samenleving meer inzicht gaat hebben en eigenlijk en het systeem beter gaat begrijpen. Precies. Want je moet goed kijken dat je de laatste periode krijgt, eigenlijk de DC's soms eigenlijk worden beschuldigd en dan zeggen figuren klappen kregen. Ja, maar die loosing moet worden. Maar de loosing is bij het ministerie van Openbaar Werken, niet bij de DC. De DC kan het misschien doen als je op dat moment middelen heeft, toch? Maar de uitvoering daarvan, Openbaar Werken. Soms ook. Bij Maaier enzovoort. Deze kijk die bergmaat, ze zijn hoog enzovoort, ze moeten gemaaid worden. Het is niet het werk van de DC. No? Maar omdat we hem. Dus de samenleving begint al de volgende fase van decentralisatie in te gaan, in te leiden. Dus eigenlijk moet dan het bestuur nu dat oppakken en hem te uitvoer leggen. Dan gaat u dan zien dat je sneller ontwikkelingen gaat krijgen. Mooi. En snelle verbeteringen gaat krijgen in resorten. Mooi. Wat je ook hebt is dat het ook begint te dagen bij onder andere ondernemers die zich ook inzetten om mee te werken dat je bepaalde zaken kan uitvoeren. Toch? Stel, ik zeg maar wat, ik heb begrepen in Para heb je dat toch? Waarbij die ondernemers machines ter beschikking stelt en het commissariaat zorgt voor een brandstof. Ja, in Para heb ik Dus het begint te dagen. Ja, dat heb ik gevolgd. Dus even, de samenleving begint al in de volgende fase. Ja, maar dat is mooi. Dus nu moet dan het politiek gedeelte, politiek bestuurlijk gedeelte moet de volgende fase. Luister naar de mind van de mensen. Mevrouw Lapaard, tot slot. Als DR-lid, als districtsraadslid, zou u wat willen meegeven misschien aan onze kijkers? Ja, meegeven. Ik zou zeggen, ik denk dat met dit plaatje dat we een beetje gekenschetst hebben naar de gemeenschap toe, ze een beetje beter gaan begrijpen hoe dat systeem moet werken. Het is de bedoeling dat zij als gemeenschap participeren in het helpen decentraliseren. Toch? Dus ze zouden met ons moeten samenwerken, beginnen bij de resortraad, weet je, voor de ontwikkeling van je eigen gebied. Laten we beginnen bij je eigen woonomgeving, je eigen wijk. Ieder resort bestaat uit wijken. Als iedere wijk zichzelf optrekt, heeft het resort zich opgetrokken. Dus ik zou zeggen van als u uw resortraadsleden niet kent, u denkt van ze komen niet langs, want ze gaan ook niet dagelijks kunnen langskomen. Ze doen het wel. Maar als u echt wil weten wie ze zijn, vraagt u de informatie op het commissariaat
waar uw resortraad vergadert en wanneer. Het BIC van het commissariaat heeft die informatie. Dan gaat u naar zo'n... want die vergaderingen zijn openbaar. Dan gaat u naar zo'n vergadering. Dat is bekendgemaakt dan. Ja, dus en ze geven het mee aan de gemeenschap van wij vergaderen bijvoorbeeld elke eerste en derde donderdag in de week daar. Begrijpt u? Maar misschien komt het niet goed genoeg door. Dus maar ze gaan ook hun best doen om dat te blijven herhalen. Wat de districtsraad betreft, onze vergaderingen zijn ook openbaar. Wij vergaderen elke eerste donderdag van de maand. We hebben ons eigen secretariaat. Met onze eigen vergaderzaal. En waar is dat? Op het terrein van het commissariaat. Oké. We hebben zelf een loge voor publiek. Eerste donderdag. Okay, u bent welkom. En hoe laat is dat? We beginnen om 11 uur. 11 uur? 'S morgens. Ja, okay. Want je moet vergaderen tijdens werkuren. Want stel dat er een issue is en je moet ingrijpen of iets doen, moet je de mensen, moet je de instituten kunnen bereiken. Ja. Meneer Nerkust, zou u ook misschien vanuit uw hoedanigheid iets willen meegeven tot slot aan de kijkers? Het proces is er. De RR-leden zijn er in uw gebied. De districtsraad in het district is er ook. Naarmate u als bewoner van een bepaald gebied mee gaat participeren in het werk van de RR's en de DR's, hoe beter uw omgeving kan, hoe beter u zich in uw omgeving kan gevoelen, omdat hij dan meer gaat, laten we zeggen, omdat dan de ontwikkeling gaat richting een stukje verbetering van je omgeving. De participatie van mensen in een bepaald gebied is essentieel. En hoe meer er geparticipeerd wordt, hoe meer er bereikt kan worden. En hoe meer er samengewerkt wordt, hoe meer er bereikt kan worden. En ik zou tegen alle mensen zeggen die die nu kijken is, laten wij ook, behalve dat we andere dingen overnemen van overal in de wereld, laten we één ding overnemen. Als de verkiezingen komen, toch, laten we een maand of twee van tevoren, dan kunnen we een beetje naar elkaar toe schreeuwen en een beetje niet leuk zijn naar elkaar. Maar na die verkiezingen hebben we niets anders te doen dan werken voor het land. Toch? En niet kapot maken omdat mevrouw Lapaar het heeft gedaan. En ik heb het niet gedaan, dus ik ga het vernietigen en dan ga ik opnieuw beginnen op punt nul. Ja. Want dat bleef op dezelfde plek. Ja. We zijn een bepaalde fase van decentralisatie hebben we bereikt. Een andere fase hebben we door innovativiteit ingezet als door de commissariaten. Toch, nu moeten we eigenlijk naar het formele gedeelte gaan om zo de ontwikkeling van het land, laten we zeggen, meer waarde te geven en te versnellen. Geweldig. Dank u wel, meneer Nerkus. Dank u wel, mevrouw Lapaar, nogmaals voor uw komst naar de studio vanavond. Graag gedaan. In deze aflevering van Opinie. Vanavond spraken we over het decentralisatieproces in Suriname. Ik hoop dat u met deze aflevering van Opinie en hetgeen om onze gasten hebben verteld, een beter beeld, een klein beetje beter beeld hebben kunnen krijgen van hoe eigenlijk dat heel commissariaatproces in elkaar zit, het bestel in elkaar zit, de DR's, waar zij zijn, de RR's en natuurlijk ook hoe dat geheel decentralisatieproces eruit ziet, wat de voordelen ervan zijn en hoe ver het nu is in principe. Als u deze aflevering op de helft hebt gezien of helemaal hebt gemist of van ergens van iemand hebt gehoord, dan kunt u weer op de woensdag kijken en de vrijdag naar kanaal 8.3. Dan herhalen we hem om 8 uur. En mocht u die twee dagen ook hebben gemist, dan gaat u rustig naar onze YouTube-channel. En dan zoekt u onze channel op, het Nationaal Informatie Instituut. En dan zoekt u deze aflevering op van meneer Nerkus en mevrouw Lapaar. En dan kunt u er dan rustig doorheen fietsen. Dat was het weer geweest voor deze aflevering van Opinie. Blijft u vooral kijken naar kanaal 8.3 GovTV. Zoals ik altijd zeg, als u echt
op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt in het land. Dan moet u echt naar kanaal 8.3 GovTV blijven kijken. Ik ben Ryan de Gama. Ik wens u een fijne kijkavond verder. Goedenavond. Opinie.